Kinderen krijgen op allerlei manieren te maken met vragen over gender en of zij zich daadwerkelijk een jongen of een meisje voelen. Op scholen is het verplichte lesstof en via social media zijn genderthema's niet meer weg te denken en de gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Bij mij aan tafel Elise van Hoek van de NPV Zorg. Goedenavond mevrouw van Hoek. Goedenavond. Eerst maar eens even wat helderheid scheppen, denk ik. Wanneer spreken we over het feit dat iemand transgender is en wanneer hebben we het over genderdysforie? Dat is een goede vraag. Genderdysforie is een begrip wat we kennen vanuit de zorg. Wat eigenlijk wil zeggen dat iemand aanhoudende onvrede ervaart met zijn of haar geslacht, zich daar heel ongelukkig bij voelt. Een transgender is een term die we eigenlijk heel veel terugzien in de media en op allerlei andere uitingen. En dat is eigenlijk nog wat meer een paraplu-term waar allerlei diverse identiteiten onder kunnen vallen. Oké, en als we het dan hebben over genderdysforie. Hoeveel mensen hebben daar dan last van? Het ging altijd om een heel klein percentage van de bevolking. Als je bijvoorbeeld kijkt naar cijfers die de DSM hanteert, het handboek psychiatrie, heb je het echt over minder dan 1% van de bevolking. Als je kijkt naar cijfers die Rutgers hanteert of Movisie, dan zijn dat iets hogere cijfers. Dan varieert dat zeg maar rond de 2-3% voor mannen en vrouwen. Dus het gaat nog steeds om een kleine groep van de bevolking. Ja. Is dat bij mannen en vrouwen, jongens en meisjes dan gelijk in procenten? Of zit daar verschil in? Ja, er was altijd wat verschil. Of is er nog wel, al is dat verschil veranderd. Van oudsher kwam genderdysforie meer voor bij jongetjes en bij mannen. Vooral bij jonge jongetjes, waar het zich uitte in de kleutertijd. Maar de laatste 10 jaar zien we een opmerkelijke verandering. En die zien we niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Mm-hmm. Dat er eigenlijk een sterke stijging is van tienermeisjes die zich niet fijn voelen in hun eigen geslacht. En die zich bijvoorbeeld melden bij genderpolies. Waar komt die stijging vandaan, denkt u? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Ook een hele belangrijke vraag. Er is in Amerika al het nodige onderzoek naar gedaan. In eerste instantie door journalisten die erover geschreven hebben. En er zijn sterke aanwijzingen dat dat te maken heeft met de invloed van sociale media. Ja, want is dat ook de reden waarom we er zoveel over horen tegenwoordig? Ja, de media spelen een belangrijke rol in de zichtbaarheid van transgenders. Er zijn mensen die zeggen van er is nu ruimte in deze tijd om uit de kast te komen. Om te zeggen wie je bent en wie je voelt. Daar is openheid voor en dat verklaart de toegenomen aandacht. En tegelijkertijd voor andere vormen van anders zijn is veel minder aandacht. Als je kijkt naar mensen die blind zijn of die doof zijn. Mm. Dus er is ook sprake van een andere manier van beïnvloeding. Mm. Het gaat niet alleen maar om emancipatie van mensen met genderdysforie of van transgenders. Maar er is ook sprake van een veranderend denken in onze samenleving over man-vrouw. Ja. En dat zie je terug in de media ook. Ja. Hoe gaan scholen daar nou mee om met dat veranderende denken en de problematiek die hier speelt? Heel verschillend. Wat wel zo is, scholen hebben bijvoorbeeld thema dagen of thema weken. Dat bepaalde thematiek aan de orde komt. Dat ze het hebben over seksualiteit of over identiteit. De week van de lentekriebels is daar een voorbeeld van. Er zijn ook scholen die dan gebruik maken van voorlichtingsmaterialen van Kenniscentrum Rutgers. Mm-hmm. En in dat materiaal wordt genderdiversiteit echt, je kunt wel zeggen, gepromoot. Er wordt ook echt aan kinderen uitgedragen dat ze zelf hun geslacht kunnen kiezen. Dat het ook variëren kan. Dus dat is een hele nieuwe manier van denken. Ja. Brengt dat soort lesstof niet juist ontzettend veel meer twijfel? Als kind je in één keer af moet gaan vragen, ook klopt dit eigenlijk wel? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En zeker als je dan ziet dat er zoveel kinderen aangeven te twijfelen over hun eigen geslacht. Mm-hmm. En als je ziet dat de vraag naar transgenderzorg zo sterk stijgt. Ja. Dan moet je dus heel erg afvragen van hoe komt dit en wat beïnvloedt deze kinderen? Ja. En heeft inderdaad dit nieuwe denken over geslacht en gender daar ook geen invloed op? En wat doe je dan als school als je zegt van ik kan me daar niet aan conformeren. Ik wil dat eigenlijk niet uitdragen. Heb je dan de mogelijkheid om te zeggen, wij doen hier niet aan mee? En is dat wat u aan zou raden? Of zou u juist zeggen van het speelt in de wereld, dus je moet wel het gesprek aangaan? Ik denk dat een leerkracht, die kent zijn of haar klas het beste. Die weet ook waar kinderen zitten, wat ze qua niveau aankunnen. Dus ik
hoopt daar ook op, dat docenten met wijsheid met hun klas omgaan. En wat wij bijvoorbeeld in de brochure die wij recent uitbrachten stellen, dat is ook van blijf ook gewoon bij de feiten. Hè. Laat je ook in die zin niet ideologisch meenemen of beïnvloeden. Durf ook gewoon kritisch te staan ten opzichte van voorlichtingsmaterialen die scholen aangeboden krijgen. Mm-hmm. Maar houd je gewoon bij de feiten. En dat er mannen en vrouwen zijn, ja, dat is echt een feit uit de biologie, uit de wetenschap. En het klopt dat er mensen zijn waar in aanleg er iets niet goed gegaan is. Mm-hmm. Hè? Dat noemen we ook wel intersex of DSD. Dan heb je het nog steeds over hele kleine percentages mensen. Maar dat is geen argument dat gender een spectrum zou zijn. Nee, en met spectrum bedoelt u dus dat er eigenlijk veel meer verschillende mogelijkheden zijn. Ja. 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 Op welke leeftijd kunnen die twijfels nou ontstaan? Over gender? Zijn soms al heel jong kinderen die bepaalde wensen uiten, twijfels uiten. Tegelijkertijd weten we ook dat verwarring rond geslacht ook overgaat bij kinderen, zeker onder de 10, 11. Zijn cijfers bekend rond de 80% dat het verdwijnt. Dus dat is een hele belangrijke motivatie om dus ook niet mee te gaan met kinderen in hun gedachten. Dat ze van het andere geslacht zouden willen zijn. En tegelijkertijd, als er op latere leeftijd sprake is van genderverwarring, soms ook plotseling zich presenterend, mm-hmm. Dan heb je het mogelijk toch weer over iets anders dan iets wat in de vroege tijd ontstaan. Zijn er andere achterliggende oorzaken die dit ook kunnen beïnvloeden, zeg maar? Het is heel belangrijk dat daar blijvend over gesproken wordt en blijvend onderzoek naar gedaan wordt. En dat is ook waarom wij er vanuit de NPV er ook echt voor pleiten om genderdysforie niet zomaar te zien als een presentatie van jouw eigen wil. Je bent vrij om te kiezen. Dat zijn wel geluiden die je hoort. Het is een uiting van jouw diepste identiteit. Maar wij zeggen nee, als je twijfelt over je geslacht, je hebt daar vragen bij. Ga dan in gesprek ook met een hulpverlener. Mm. Ook omdat we weten dat er heel vaak sprake is ook van andere problematiek. Autisme komt meer dan gemiddeld voor bij meisjes die transgender zijn. Maar ook allerlei andere problematiek. Het is ook bekend dat er sprake kan zijn geweest van seksueel misbruik in de jeugd. Wat zorgt voor deze gevoelens van verwarring of voor afkeer van je eigen lichaam. Yeah. Dus dat is ook waarom wij pleiten voor buitengewoon zorgvuldige gesprekken hierover. En al helemaal niet om bevestigend mee te gaan in het denken van iemand die graag van het andere geslacht wil zijn. Eerst goed onderzoek doen wat er achter ligt. Ja, en rustig met iemand ook oplopen. En ook wetende dat deze gevoelens ook kunnen veranderen, ook kunnen variëren in ernst. Het ene moment kun je er meer last van hebben dan een ander moment. En ook omdat we hele serieuze geluiden horen, dat de transgenderzorg, met name voor tieners, tot problemen blijkt te leiden. Dat zien we nu in het buitenland. In Nederland zie je nog wat voorzichtige signalen. De Volkskrant had 2 weken geleden een kritisch artikel. Maar je ziet bijvoorbeeld in Finland, in Zweden, in Noorwegen, in Groot-Brittannië. Daar is gezegd, we stoppen met de huidige bevestigende zorg aan tieners. Want we leiden ze door een medisch traject met hormonen en met operaties. Een hele grote gevolgen waarvan je je af kunt vragen, is een tiener daar wel, kan die lange termijn gevolgen wel overzien? Klopt. Het gaat om verstrekkende gevolgen voor je lichaam, maar ook voor de omgang met jouw sociale omgeving. Ja. Maar ook de gevolgen voor je lijf, de onvruchtbaarheid, kans op seksuele stoornissen. Nou, nooit een gezonde seksuele relatie met een ander kunnen aangaan. Dat is enorm ingrijpend. Ja, precies. Nou, stel nou dat er iemand zit te kijken die met dit soort problematiek worstelt zelf. Wat zou je tegen die persoon als laatste nog willen zeggen? Houd het niet voor jezelf. Durf erover te praten. Zoek iemand in je omgeving die je vertrouwt. Ga daarover het gesprek aan. Zoek ook hulp met mensen die professioneel je kunnen begeleiden. Maar je kunt ook aankloppen bij de NPV, kijk op onze website. Met de persoonlijke vraag mag je ook altijd bellen naar onze advieslijn. En misschien ben je ook al op weg geholpen met de brochure die we geschreven hebben. Mevrouw Van Hoek, NPV Zorg, ik wil u bedanken voor uw toelichting. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Heel graag tot dan en een hele gezegende avond.